Goedemiddag allemaal. Welkom terug naar de lunch waarschijnlijk. We gaan hier luisteren naar een verhaal over hotel specials. En ik weet niet of u de vorige lezing wellicht gehoord heeft vanuit de Startup Bootcamp. De eindboodschap daar was eigenlijk ook aan Nederlandse startups en Nederlandse bedrijven. Denk groot en nou ja, zoals ik het zelf een beetje verwoorde, kom onder de kaasstolp vandaan en zoek het ook internationaal. Nou, een mooi voorbeeld daarvan is Hotel Specials, die na hun start in Nederland nu, ik denk sinds anderhalf jaar of zo, ook internationaal zijn gegaan op de Duitse markt. Tom Dalic die gaat dat met jullie delen, hoe dat is gegaan. En nou, ik ken hem een klein beetje, ik kan u denk ik wel een enthousiaste presentatie beloven. Veel plezier erbij. Dank je. Zo, goedemiddag. Wat ik dus ga presenteren is Hoover Hotelspecials.de binnen een korte tijd van 0 naar 6 miljoen euro omzet hebben gebracht op de Duitse markt. En ook nog profitable hebben gekregen. Dus, even wat ik ga vertellen. Ik ga jullie twee frameworks laten zien. De 3P-framework, dat kennen jullie wellicht. Van, ik weet niet of Startup Bootcamp het gepresenteerd heeft. Het AARRR-framework van Growth Hacking. Dan ga ik jullie wat voorbeelden zien, hoe we toegepast hebben op Hotel Specials. En op het einde wil ik jullie meegeven dat jullie met Experiment Design beginnen in jullie eigen onderneming. Dus ja, wie ben ik? Hotelspecials.de, ik ben Duits. Nee, mijn naam is Tom. Mijn bedrijf heet Online Marketing Rockstars. Mijn collega Tanja zit hier. Dat is ons bedrijf en wat we doen is, we doen startups, we doen internationale expansie en we doen bedrijven helpen met stagnatie. Ja. En dat doen we al een tijdje. Ik heb hier één voorbeeld, was bijvoorbeeld MyCityDeal. We hebben voor Rocket Internet MyCityDeal opgericht in Nederland en is binnen 8 maanden verkocht en meest recent hebben we Hotel Specials in Duitsland gelanceerd. Dus Duits bedrijf naar Nederland, Nederlands bedrijf naar Duitsland. Internationale expansie. Nou, hotelspecials.de, het was niet makkelijk. Dat wil ik jullie van de voor meegeven, omdat de Duitse travelmarkt is de meest competitieve online marketing markt in Europa. Duitsers zijn heel erg prijsbewust, vergelijken heel goed. En je hebt op de Duitse markt heb je honderden, wellicht duizend spelers. Je hebt alle generalisten, Expedia, Booking. Je hebt de grote incumbent HRS. Je hebt de discounters, waaronder Groupon, Secret Escapes, Travelbird. Maar je hebt ook speciality, bijvoorbeeld Kurzurlaub en Kurzfahrtweg. En wij hebben voor Hotelspecials.de de bewuste keuze gemaakt dat we niet met deze groep gaan concurreren. Dus we gaan niet op prijs concurreren. We gaan niet het meeste aanbod in de markt zetten. Maar we gaan een heel specifieke groep klanten pakken en deze goed bedienen. Nou, dat zijn de cijfers. Dus we zijn qua traffic heel goed gegroeid. En we hebben de omzet, zeg maar, ik ga hier op deze slide. Dus we hebben het lanceerd in 2014. We hebben de marketing break-even na 7 maanden behaald. Dus we waren profitable in customer acquisition costs. In 13 maanden was de hele operatie winstgevend. En we hebben verdrievoudigd jaar over jaar. Dus we gaan dit jaar ook weer verdrievoudigen. En we hebben de Cross-Border E-Commerce Award gewonnen van Toys Winkelo. Nou, het framework wat we gebruikt hebben is mensen, processen en platforms. Ja? Ik loop jullie even doorheen wat belangrijk is bij internationale expansie voor Hotel Specials. We zijn begonnen met een team, met een Nederlands team. En dat hebben we heel snel hebben we natives erbij gezocht. Omdat je kunt eigenlijk internationale expansie, naar mijn mening, kan je niet doen met niet-natives. Dus je moet natives binnenhalen. Of hier in Amsterdam of Haarlem of Utrecht. Of op een gegeven moment moet je de keuze maken als je niet genoeg talent vindt, dat je gewoon naar het land zelf toe gaat. Op dit moment is het nog voldoende dat we hier zijn, in Nederland. Maar op termijn
heb je gewoon geen andere keuze dan je moet naar het land zelf toe. Maar je kunt het van hier beginnen. Je kunt het ook met Nederlanders beginnen, maar je moet heel snel natives bijzoeken. En je moet daar echt best wel vroeg mee beginnen. Dus de doorlooptijd van mensen aannemen, goede mensen aannemen, is rond de 8 maanden. Als je snel gaat groeien, heb je veel mensen nodig. Dus je moet eigenlijk van dag 1 al beginnen met recruiten. Ja? Goed. Wat wij doen, heeft niks te maken eigenlijk met online marketing of traditioneel marketing. Is namelijk een groot verschil van hoe wij het aanpakken. Dus je hebt eigenlijk, naar mijn mening, heb je om goede internationale expansie te doen, heb je mensen nodig met een andere skillset dan een gewone online marketeer. Je hebt mensen nodig die goed zijn met technologie, dus obviously, hè, die goed product design goed begrijpen. Consumer psychology, dus die echt in de hoofd van de consument kunnen zitten in het land. Die ook heel veel verstand hebben van online marketing. En van de meest belangrijke is dat je analytische mensen hebt. En dat je mensen hebt die willen winnen. Omdat anders kom je er niet. Dus. Dat waren de mensen. De processen. Ik denk agile werken is the way to go. En agile. Wie heeft ooit agile of scrum? Kent het iemand? Ja. Dus is een methode om samen te werken in kleine teamverbanden. Komt van de engineering, maar het kan je ook heel goed toepassen in internationale expansie en in online marketing. Dus het Scrum is een methode. Ik wil jullie meegeven, verdiep je even in en gebruik het. We hebben hiervan heel veel baat gehad. De doorloop van alle activiteiten van hotelspecialist.de was maar 2 weken. Dus je werkt in 2-wekelijkse cycles, dus je levert heel veel werk op. Wat andere bedrijven doen er maanden over, wij deden het in 2 weken. Vandaar dat we zo snel konden groeien. En laatste is de objective and key results. Je moet van daarvoor, kan je gewoon googlen. Het komt van Google. Google heeft het uitgevonden, objective key results. Je moet heel helder je objectives vastleggen van daarvoor en je zet daar key results onder die je kunt meten. Dus in feite, je meet het qua proces, je werkt heel snel in short cycles en je meet alles door en je kijkt of je resultaten haalt. Nou, de tools. Nou, een vriend van mij heeft dit samengesteld. Je hebt voor alles wat je wilt doen, heb je toch wel een toeltje op internet inmiddels. Hè? Al die startups op Silicon Valley, die krijgen allemaal veel geld van de venture capitalists en die bouwen allemaal mooie toeltjes. Ja? Dus voor alles wat je wilt doen, heb je wel een shortcut of een toeltje. Dus daar moet je je geen zorgen over maken. En Warren Knight uit Engeland, die was zo, ik denk over kerst, heeft hij dit samengesteld. En dat vind je gewoon op chiefmartech.com. Verdiep je even in, wil je CRM doen, heeft alles samengevat. Wil je SEO doen, heeft je toeltjes. Dus voor alles zijn toeltjes. Maar neem eerst de mensen aan, laat ze zelf de toeltjes kiezen en laat ze in korte cycles werken met heldere objectives en results. Ja? Dus, het tweede framework is het R-framework. En ik weet niet, een paar jaar geleden heeft het iemand verzonnen, ik weet niet precies wie. Maar het gaat over, je doet acquisitie, activatie, je laat de mensen betalen natuurlijk, activatie op de website, dan retentie en vervolgens laat je je loyal customers, andere customers voor jezelf werven. Ja? Dit hebben we ook toegepast bij Hotel Specials. Laat je zo wat voorbeelden zien wat we precies in elke stap hebben gedaan. Belangrijke is, zo ziet het framework uit, als het uittekent, visueel. Dus je hebt hierboven alle kanalen, betaald, onbetaald. Ze komen naar je website, ze kopen iets, je activeert ze, ze betalen je. Je haalt ze terug naar de website, repeat buying. En je laat de meest happy customers, laat je andere klanten naar je toe brengen. Ja? Het lijkt heel simpel, maar het is heel veel werk. En
Belangrijke hier ist, je moet erst deze fixen. Ja? Maar laat ik jullie zo zien. Je moet eerst deze fixen voordat je de acquisitie opstraalt. Zo. Nou, iets over big data. Hè? Big data is zo'n buzzword. Ik ben er helemaal geen fan van. Omdat big data is iets voor Amazon, voor Google, voor KLM. Mensen die heel veel traffic hebben, heel veel data, voor die heel veel klanten hebben. Voor het testbeschermingssysteem maakt de big data makes no sense. Hè? Dus je kunt beter focussen op de basics. En de tools die wij gebruikt hebben is Google, Google Analytics. Vertelt je wat er gebeurt op de website. We hebben Kissmetrics uitgeprobeerd. We hebben later Kibana gekozen. Dat is hetzelfde als Kissmetrics. Vertelt je wie wat doet. Dus vertelt je wie is mijn klant. We hebben Heatmaps gebruikt. Hotjar. Hotjar is een website recording systeem. Dus je kunt alle mensen... Je neemt echte video's op van wat mensen doen op je website. En Optimize is AB-testing tool. We hebben heel veel tests gedraaid, uiteindelijk. Dus je moet data hebben, anders kan je je website niet optimaliseren, anders kan je je stappen ook niet optimaliseren. En het hele proces, het R-model, kan je dus ook niet optimaliseren. Dus data is heel belangrijk. Nou, over de leakage. Ja? Dus het slimste wat je kunt doen, en... Ik weet bijna zeker dat 90% van de concurrenten het niet doen. En daar kan je dus winnen. Je fixt de leakage. En dan bereken je je customer lifetime value. Dus wat is een klant waard over de hele, over de hele lifetime. En dan verzin je je maximum customer acquisition cost. En als je dit heel goed berekent. En je, in het begin is het heel moeilijk. Dan moet je aannames maken, maar je kunt het wel berekenen. En je kunt dan vervolgens meer uitgeven in acquisitiekosten dan je competitie, omdat je competitie berekent het heel plat, namelijk op CPO-basis. Ja? Zo. Wat ook belangrijk is, wat ons ook echt heel veel geholpen heeft met hotelspecials.de, is we hebben van het begin aan actief contact gezocht met onze klanten. En hebben feedback verzameld over wat ze van vinden. Moet je nu rekening mee houden dat wij een hotelwebsite zijn in Duitsland waar geen servicekosten gevraagd worden. Waar wij wel de enigste in de markt zijn die wel servicekosten laten afrekenen bij de checkout. Ja, dus best wel omdat de eigenaar van Hotelspecials heeft gezegd, we hebben het nodig voor customer acquisition costs, de servicekosten. En we gaan ze ook in Duitsland vragen terwijl dat niet in de markt is. Dus als je met de mensen praat en je denkt dan van, ik dacht van, oh, dat gaat nooit lukken met als je servicekosten vraagt in de checkout, omdat niemand doet het. Het was helemaal geen probleem. Daar zijn we zo inzichten krijg je alleen maar als je met mensen chat, je stuurt hem vragen via SurveyMonkey of je belt met hun of ze bellen jou en je praat met hun. Dus, en dan moet je heel goed luisteren en dan kom je heel snel achter dat helemaal geen probleem is. Dus nog een keer, eerst fix je de retentie, vervolgens draai je acquisitie op met customer lifetime value, goede customer lifetime value calculatie, dat je je customer acquisition cost goed hebt en dan draai je die acquisitie op. Zo, over de acquisitie, laat je wat voorbeelden zien. Wat is dus een heel competitieve markt in Duitsland. En Google is your best friend en Google AdWords op korte termijn en Google organische zoekresultaten om daar hoog in te scoren op lange termijn is gewoon heel belangrijk, anders haal je het nooit. Dus onze keywordlijst, daar hebben we echt 2 of 3 weken fulltime aan besteed. We hebben een 3-dimensionale keywordlijst gemaakt, dus heel erg granulair van hotel Amsterdam goedkoop en logische combinaties. Ja? Heel veel tijd aan besteed en we zijn heel ver de longtail ingegaan. Ja? Omdat onze customer acquisition costs waren in het begin echt torenhoog. Dus je moet wel ergens moet je haakjes vinden in de markt waar competitors het laten liggen. En competitors laten het op 3 woorden op Google in Duitsland laten liggen, behalve boekingen dan. Ja?
Ja, ook over de competitie. Nou, ja, de competitie. We hebben wel op competitie in Duitsland gelet, maar niet echt. Maar we hebben wel altijd gekeken naar producten. We zijn niet achter hun aan, zo'n bandwagon. Dat zou ik ook niet aanbevelen. Maar we hebben wel gekeken, oké, wat doen zij? En waar kunnen wij, waar is het haakje, waar laten zij klanten liggen? Bijvoorbeeld kinderen gratis. Bijvoorbeeld fiets. En zo aan. Dus je krijgt best wel goede ideeën, maar je moet er niet achteraan rennen. Dat is heel fout. Is nooit gelukt. Qua acquisitie, maar is ook retentie, is heel belangrijk dat je e-mail goed op orde hebt. Ja? Daar hebben we ook heel veel moeite, heel veel werk in gestopt. Dat we het e-mailprogramma heel goed lopend hebben. En het heeft bijna 2 jaar geduurd, tot we het echt helemaal goed uit hebben gevogeld. En dat was ook heel veel werk. Maar e-mail is het oudste online marketing medium. En heel veel mensen denken, ah, het is spam. Dus hier moeten mensen niet spammen. Maar je moet proberen zoveel mogelijk double opt-ins te verzamelen van day one. Ja? Dus, activatie. Ja, de mensen komen naar de website, je hebt ze ingekocht. Je hebt goede calculaties gemaakt. Je betaalt de juiste prijs voor de juiste klanten. Nu moeten ze alleen nog kopen. En was in het begin met hotelspecials, was het was een rocky road. Omdat de Duitsers komen dus op een oranje website. Oranje is niet echt de kleur van de Duitsers. Hè? En volgens mij heeft oranje nog nooit een WK of EK gewonnen. Of wel? Ja toch, EK hè? Ja, 1 keer EK gewonnen. Hè? Dus ze komen op een oranje website en... De prijzen, die waren, dus dat is het gekke, we waren meestal heel goed geprijsd in de markt, maar mensen vertrouwden het gewoon niet. De Duitsers dachten, dit is een scam. Zo, nou, hoe los je dat op? Jullie kennen de TÜV, dat is de keuring van de auto's. De TÜV is een heel oud Duitse partij. En die kan je dus ook inhuren voor online shops. En dan komt een grote meneer uit München, komt met de vliegtuig naar Haarlem in dit geval. En die gaat een audit doen. Die gaat alle processen bekijken, binnenhuis. En dan komt een heel grote vragenlijst uit. Die vragenlijst werk je af. Vervolgens moet je alles verbeteren op de website, intern, processen. Hij kijkt zelf de e-mails door die je naar klanten stuurt. Hij kijkt door, verdoe je alle wetgeving. Het kost heel veel geld. Het kost heel veel moeite en heel veel tijd, maar na ik denk 6 maanden hadden we de stempel en die kan je dus op de website plakken. En deze stempel die heeft ons, denk ik, 0,5% conversie opgeleverd. Ja? De Duitsers komen naar de website, zien heel goedkope, heel goede aanbiedingen en denken van wauw, ze hebben een TÜV-zegel. Hier kan ik met de ogen dicht kan ik hier kopen. Heel belangrijk. En we zijn heel snel begonnen met reviews te verzamelen. En gelukkig, ik snap ook wel dat het kan helemaal misgaan, omdat je kunt heel slechte reviews hebben. Maar gelukkig hebben we heel veel goede reviews gehad, 5 sterren op Trustpilot. En mensen waren echt super enthousiast. Dus mensen zien dan ook de reviews en zien de TÜV-zegel. Ja, en dan maken de servicekosten uiteindelijk niks meer uit in de checkout. Nou, we hebben ook experimenten gedaan om aanbiedingen, tijdsgebonden aanbiedingen op te zetten, mensen een beetje onder druk zetten, weekaanbieding, dagaanbiedingen. We hebben veel dingen geprobeerd om de mensen uiteindelijk te activeren. Dus kan ik ook aanbevelen, het werkt best wel goed. Nou, revenue. Nou, dat is een goeie. Dus we hebben heel veel AB-testen gedraaid op de Duitse website. En bijvoorbeeld... Eén AB-test kam uit dat in survey met SurveyMonkey kam uit dat Duitsers gaan willen 2 nachten weg. Dus we hebben van het begin aan al de zoekfunctie zo ingesteld dat ze op 2 nachten zoeken. Dat heeft ons 25% average order value opgeleverd. En ook deze aanbiedingen, die kunt dus bundelen. Je geeft de mensen 3 nachten, ze blijven maar 2 nachten, maar ze krijgen een beter deal. Ook daardoor gaat je ook je average order value omhoog. Nou, we hebben bundles gemaakt, specifiek voor de Duitsers. Duitsers houden van wellness.
Nederlanders, wellness. Nederlanders boeken meestal geen hotel om als ze naar wellness gaan. Duitsers wel, die afstanden zijn gewoon groter, ze boeken graag een nacht. Dus we hebben bundles gecreëerd voor de Duitse consument. Bijvoorbeeld een wellness special. Nou, iets anders is decoy pricing. Is ooit een studie geweest van de Economist Online. Ze hebben een online-only bundel. Ze hebben een print online-only, print-only en online en print. En je moet gewoon meerdere prijzen tonen. En de mensen kopen meestal de middelste bundel. Dan heb je bijvoorbeeld de bandwagon effect. Dat komt dit rood randje, dit special teken en een exclusieve deal. Ja? Dit is allemaal door testen. Dus je zet om je de beste optie, zet je gewoon een bandwagentje. Levert je ook conversie op. Nou, de retentie. Ik kon helaas geen transactional e-mail vinden, maar in de transactional e-mails, als je een hotel reserveert, je stuurt heel veel e-mails, je stuurt een reserveringsbevestiging, je kunt een vertrek-e-mail sturen, een welcome home e-mail. Dus in de transactional e-mails, als je deze fixt, deze zijn heel waardevol voor klantretentie. Ja? Dus dan moet je heel goed op orde hebben. En ook een welcome home mail. Mensen gaan weg, je weet wanneer ze gaan, je weet wanneer ze terugkomen. Je stuurt hem dan, nadat ze terugkomen, een leuke welcome home mail zonder een commerciële boodschap. Nou, hè? Zo hou je klanten binnen. Wat wij noemen genuine interest. Zo, ja, reviews zijn belangrijk. Ik heb nog maar 5 minuten helaas, maar smart retargeting, hè? Je kunt retargeting aanzetten. En iedereen kent de vervelende voorbeelden. Je komt net terug van je vakantie en je wordt retarget op jezelf op dezelfde vakantie. Ja? Dat is natuurlijk. Dus. En je kunt ook klanten op Facebook vinden. Wat we regelmatig hebben gedaan. Alle klantenlijsten op Facebook en ze vinden. En ze dan weer na 3 maanden nadat ze met ons bij een hotelovernachting zijn geweest. Ze weer retargeten op Facebook. Nou. Ik heb nog maar 5 minuten. Ik denk. Gias even door de referrals heen. En ik ga meteen hier naartoe, omdat dit wil ik jullie meegeven. Hoe we gewerkt hebben. We hebben alle acties per stage, acquisition, revenue, retention, referral. Hebben we een Google Doc bijgehouden. We hebben overal een actie gedefinieerd. Wat het waard is, prioriteit, wie we voor nodig hebben, IT design. En KPI's aan vastgezet. En we zijn begonnen deze actielijst 2 wekelijks door te werken. En zo krijg je dus een systeem binnen je bedrijf, wat helemaal ver weg staat van je traditionele of normale online marketing. Maar je werkt veel sneller door alle acties heen. En het is gefocust op geld. En je hebt duidelijke KPI's, je kunt alles goed doormeten. Ja? Nou, vragen? Ja.